vandaag is het tijd voor de eerste Halloween DIY van dit jaar. Ik hoop dat jullie dat net zo leuk vinden als dat ik het obviously vind. Ja, het gaat deze keer om soep. Pompoensoep, dat is ten eerste even mijn favoriete herfstsoorten voedsel. Ten tweede een hele makkelijke manier om gewoon een beetje creepy looking eten te maken. Dat was heel goede Nederlandse grammatica, maar niet heus. Maar goed, het is op zich een heel simpel recept. En hetgeen wat het Halloween-achtig maakt is vooral de decoratie. Dus laten we beginnen. Hier zie je alvast eventjes alles wat ik gebruikt heb. Ik zal alles en het recept natuurlijk, alle ingrediënten en het recept, plus de overige benodigdheden, onder een filmpje ook neerzetten. Is wel zo makkelijk. Ietsje makkelijker dan een compleet filmpje afspelen op je telefoon als je een boodschappenlijstje nodig hebt. Maar ja, dit is dus een grote lijn. Gewoon eigenlijk de basic soepspullen, kruiden en natuurlijk de pompoen. Waar ik altijd graag mee begin is het lastigste. Het hakken van de pompoen. Deze was redelijk zacht. Hoe zachter de pompoen, hoe zoeter die is. Maar het is, ja, tenzij je van plan bent om in de supermarkt alle messen in de pompoen te steken, wat ik niet aanraad, kan je dat eigenlijk niet echt gokken. Maar ja, het is maar net wat je lekkerder vindt. Persoonlijk vind ik het allebei lekker. En het voordeel van een zachtere, zoetere pompoen is wel dat hij net ietsje makkelijker in elkaar te hakken is. Als hij doormidden is, schep ik altijd aan beide kanten eerst met een grote lepel, opscheplepel geloof ik. Ik weet al die naam niet. Maar schep ik de binnenkant eruit, alle pitten eruit, alle zachte dingen eruit. Ja, gewoon een beetje leeg schrapen. Niet te veel wegschrapen natuurlijk. Je moet nog wel wat vruchtvlees overhouden. En ondertussen zet ik alvast het gas aan. En het vuur aan. En doe ik ook alvast wat olijfolie in de pan samen met zwarte peper. Een beetje, heel klein beetje zout. Zeezout gebruik ik, maar het is maar net wat je lekker vindt. Plus een hoop currypoeder. Echt best wel een hoop currypoeder. Wees hier niet al te zuinig mee. En vervolgens, tot dat half potje leeg is, ook nog een hoop korianderpoeder. Alternatief is natuurlijk om gewoon het potje open te schroeven en twee eetlepels of zo erin te gooien van de koriander. Dat gaat waarschijnlijk een stuk sneller dan dit, maar het effect is hetzelfde als er maar genoeg in zit. En terwijl dat op een laag vuur alvast warm wordt, zet dat niet al op het allerhoogst, want anders is het eerste stuk pompoen verbrand tegen de tijd dat je klaar bent. Niet zo handig. Maar terwijl dat alvast op een zacht vuur staat, zodat de kruiden lekker kunnen oplossen alvast in de olie, ga ik de pompoenen stukjes hakken. Je kan de schil er volgens mij ook oplaten, maar dat wist ik niet zeker eerlijk gezegd. Dus ik heb de schil er voor de veiligheid maar gewoon afgehaald. Was wel handig. En de brokstukjes vervolgens in de pan gegooid. Probeer ze wel zo klein te maken dat je vervolgens wel uiteindelijk een staafmixer eroverheen kan zetten. Dus niet de halve pompoen in één keer erin, want dat werkt niet. En vervolgens twee uien. Hoe ik een ui snij, dat heb ik gewoon. Deze informatie is totaal gejat van het uisnijden van 24 Kitchen. Namelijk door de helft doen, dan een soort van plakjes, maar niet helemaal doorsnijden. Dat hij aan de achterkant nog gewoon een geheel blijft. Dat twee keer en dan vervolgens in de bovenkant nog een paar sneeën maken zo. Dat hij eigenlijk aan de binnenkant al in blokjes is veranderd. Ja, gewoon uieringen dus. Of nou ja, gebruik maken van de uieringen zodat het blokjes worden. En dan kan je vervolgens gewoon heel simpel, makkelijk de ui doorsnijden. Dan heb je gelijk blokjes en geen gedoe met gehak. En dan is het gewoon goed. En dan gewoon een beetje doorroeren. Het idee is dat dit een beetje aanbakt. Het hoeft niet helemaal gaar te zijn. Maar gewoon een beetje dat het aanbakt. Dan komen de smaken lekker vrij. Trekken de kruiden er lekker in. En terwijl dat op het vuur staat. Nu op een hoger vuur. Ga ik de bouillon maken. 1 liter water. Oftewel 10 deciliter. En 2 bouillonblokjes. En vervolgens gewoon de boel door elkaar roeren. Het wil hem nog niet helemaal mengen gelijk. Dat geeft niet, want het gaat dadelijk toch nog in de pan met de andere ingrediënten. En dan wordt het uiteraard gekookt. Ondertussen, als je geluk hebt en het vuur hoog genoeg stond, is je mix goed aangebakken. En dat houdt in dat het in de pan kan. Ik gebruik een behoorlijk grote soeppan, gewoon simpelweg. Ik vind het wel fijn dadelijk met het staafmixen dat ik gewoon lekker de ruimte heb, hoge muren eromheen heb. Zodat ik niet vervolgens het van mijn fornuis af moet schrapen. Dat lijkt me niet bijzonder
Strategisch, dus zorg dat je een goede grote pan gebruikt. En ik ben er altijd heel erg serieus mee met alle stukjes echt uit de pan te krijgen. Echt alles uiteindelijk in het eten te hebben. Dan de bouillon erbij. En vervolgens op het hoge vuur aan gaan roeren. Gewoon af en toe zachtjes door blijven roeren. Je hoeft niet de hele tijd te blijven roeren. Maar gewoon zodat er niks aan de onderkant blijft zitten. En ondertussen kan je eventueel voor de efficiëntie alvast aan de afwas beginnen. Zeker de koekenpan. Tenzij je twee koekenpannen hebt, is wel aan te raden om in ieder geval de koekenpan af te wassen. Want die hebben we straks weer nodig. Voor de cashewnoten. Maar om te beginnen gaan de cashewnoten in een blender. En dan blend ik ze gewoon voorzichtig een paar keer. Ik leg er zelf een vaatdoekje onder, zodat het niet recht op het aanrecht staat. Ik weet niet of het slecht is voor de blender, maar voor de zekerheid. Gewoon een paar keer blenden tot je dit effect hebt. Wat kleine stukjes, wat grote stukjes. En dan is het prima. Ondertussen, als het goed is, is de pompoen al ongeveer zacht. Als je er met een vork makkelijk doorheen kan prikken, dan eigenlijk met een vork al zo wat kan prakken. Dan is die goed zacht. Dan is die gewoon al perfect om te gaan staafmixen. Ik weet niet of dat een woord is, maar we noemen het maar gewoon staafmixen. Ik begin altijd op een lage setting. Is wel zo handig, want op de hoogste setting beginnen heeft niet bij zoveel nut. En dan gewoon net zo lang doorgaan op die lagere setting, totdat alles klein genoeg is dat het door de gaatjes, door de gleuven in de beschermomkapping van de mesjes kan. En dan vervolgens mag die daarna op stand 4. Je kan hem trouwens ook zo laten als je liever wat soep hebt met wat meer stukjes erin. Ik wilde hem echt lekker crème hebben. Volgens mij is dat het woord. Dus ik heb hem daarna op stand 4 gezet. En dan kan je hem gewoon rustig even in de pan laten staan. Tot het goed is, trek hem op deze stand niet de pan uit. Want dat heb ik een keer gedaan en het zat letterlijk aan het plafond. Pro tip. Maar gewoon zo even met rust laten. En terwijl dat nog doorkookt, kan je gelijk de cashewnoot aan gaan bakken. Dit doe ik gewoon in een droge pan. Je hebt hier geen olie bij nodig. Noten bevatten zelf al wat olie, dus ga niet aanbakken. En ja, je kan er een beetje doorheen roeren. Je kan ze ook gewoon laten liggen. Als ze maar een beetje bruinig worden, is het eigenlijk al prima. Let er wel op, want als ze gaan aanbruinen, gaat het snel. En je wil niet dat ze verbranden. En als dat ook klaar is, dan is het tijd om op te dienen. Het leukste moment vind ik altijd zelf, want dat is het moment dat het gewoon gelukt is en je bijna kan gaan eten. En wat ik vervolgens gewoon gedaan heb, is met de cashewnoten enge gezichtjes, enge... Ja, je kan alles doen wat je wil. Op één kom heb ik een eng gezichtje gedaan. We zijn met z'n drieën thuis, dus ik kon drie verschillende designs doen. De tweede een vleermuis. Ik ben niet bijzonder goed in het maken van vleermuizen, maar ik zeg het er maar even bij. Dit is een vleermuis. Echt waar. En op de laatste, het makkelijkste design, een halve maan. Als je nou niet zo creatief bent met soep, dan kan je natuurlijk ook gewoon alleen de halve maantjes doen. Dat is wel ook een design wat niet verrassend genoeg het best gelukt is. En dat is dan het hele geheel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, klik dan alsjeblieft op de like-button. Dat zou me heel erg helpen. En voor nu, tot de volgende keer. Doei!